ben je gek op sport en spel. En wil je als de donder bliksem snel als allereerste door de finish gaan. Blijf van de doping af, slik liever traan. Zeg, we schakelen over naar het Rogiehuis, de Gloria. Contact, hebben we contact? Hebben we het? Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Gloria. Succes, jongens. Theo en Thea, Theo en Thea, in de Gloria, in de Gloria, in de Gloria. Zij leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog. Theo, Thea, Thea, stelletje slappelingen. Hé, afbedankte. U was een reuze hulp. Ze hebben wel mooi. Hé, de camera is van. Jongens, we moeten beginnen met de inleiding. Ga jullie allemaal zitten. We gaan beginnen. Afgezien, we komen straks van achteruit. Maar zet er snel. En, kom maar. Hallo kinderen thuis en kindertjes hier in de zaal. Allemaal hartelijk welkom bij Theo en Thea in de Gloria. Quasi live vanuit Prochiehuis de Gloria. Hallo sportschool, bodyshape. Laat jullie eens even horen dat jullie er zijn. Yeah. Yeah. Ja, om maar gelijk met de deur in de materie te vallen. We gaan het met jullie hebben over doping. Ja, doping, wat is dat eigenlijk? Doping is een moeilijk woord. En het heeft meerdere betekenissen. Ja. Aan de ene kant betekent het dat je een potje met pillen slikt. En dat doen mensen in de sportwereld. En daar word je dan sterker van. Bijvoorbeeld als je de 100 meter Amerikaans vrij worstelen doet, dat je dan in 3,8 zoveel honderdste seconde iemand een makkelijke kaakfractuur kan geven. Ja, of rijdt in de prehistorie. Hadden ze al doping, bijvoorbeeld bij Asterix en Obelix, bij de Galliërs. Want die zeiden wel dat het een toverketel was met toverdrank. Maar eigenlijk zaten er anabole steroïden in. Ja. Dat ze onverzaagbaar waren. Ja, eigenlijk is het dus niet eerlijk als de ene potje pillen slikt en de ander niet. Toch ongelijk strijd dan. Ja, maar soms is doping wel weer eerlijk. Als een baby doping heeft, dan krijgt ze een koude beker water over de kop. En dan is ze kind van God. Ja, en in de En bij dieren doen ze het soms ook. Paarden krijgen soms wel eens prikkende der jaren en dan gaan ze hard draven. Ja? En Trudy? Trudy? Trudy niet. Trudy doet niet mee aan de visuele cirkel der concurrentiestrijd. Maar Trudy krijgt toch ook af en toe pillen? Ja, maar dit zijn proteïntjes en vitamintjes. Trudy is gebruikt iets te fietsjes doping, maar ze is niet gedoopt. Nou, ze is toch, want ze is toch ook geen schip? Dat snap ik dan weer even niet. Een schip kan je ook dopen. Jij niet, het kan alleen de koningin of minister Nelly Smit-Kroes. Kop. Minister Nelly Smit-Kroes kop. Ja. En ik weet niet dat ik ook kan dopen, Thea. Oh ja, wat kan je dan nog meer dopen? Hierbij doop ik mijn vinger en dan yoghurt.
Oh, ja, je kan jou ook je neus erin dopen als je wil. Ja, dacht ik, dat ga ik aan. Ja, doe maar, dan doe maar, doop je neus er maar. Dat ga jij zeker duwen. Dat weet ik toch niet. Doe het. Nou moet je zwijgen dat je het niet doet. Ik zei dat ik het niet doe. Ik had de vingers gekrast, ik had de vingers gekrast. Ben, dat je best, niet. Ja, dat ben ik een volle rotstraak. Kauwens, Kaja. Ja. Heb je gezien wat een raar kopje dit popje heeft? Het lijkt popje, het is boksend popje. Moet je eens kijken, zie je daar iets? Waar? Hier! Ja. Vingerhotse, wat een leuk, hoe doe je dat? Oh, dan kunnen we misschien de boel even samenvatten door middel van poppenspel. Oh ja, dat is een goed idee. Ja, dan gaan we wat box. Knock-out. Ja, knock-out. En dan moet je van 5-8-19. Ik heb een gouden plak verdeeld. Ja, ho. Eerst gaan we kijken of we geen doping gebruikt hebben door middel van een urineonderzoekje. Ja, dat wil ik even zien. Dus dat even? Ja, even urine. Kan je namelijk zien of je doping gebruikt hebt. Waar moet ik dan inplassen? Hier in het kopje. Oh. Ja. Nou, daar gaat ie. Ja. Zo, nou dat was een flinke ochtendplas. Ja, ik heb een heel erg appelsmaak. En gaan we er een uitstruikje van maken. Oh, zo. Hey, wat zie ik? Potje doping. Nou, die gouden plak gaat aan de neus. Van waar u bent gedisqualificeerd? Oh, helpie. Ben ik even in de aap gelogeerd in plaats van in het Olympisch dorp? Over aap gesproken. We hebben een brulaap hier in de studio. Het is een kleinste briefschrijver die het ooit geschreven heeft. En die gaan we nu even diep te interviewen. Hallo, dit is Sarah. We hebben heel veel brieven gekregen van kinderen die gedoopt waren. Onwijs veel brieven. Maar Sarah was het jongste briefschrijfstertje. Ja, zij heeft deze geschreven en zij heeft net een doping achter. Ik ben klein. Wat heeft zijn lieve babydoll aan? Dat is helemaal geen babydoll, dat is een dolfje. Oh, Sarah, vind je het goed dat ik je even diep ga diepte interviewen? Ja, dat vind ik goed. Wat betekent het nou emotioneel voor je, Sarah, dat je nou gedoopt bent? Oh, dat is interessant. Ik vind het triviaal, geloof ik. En Sarah, mag ik eens weten hoe je het gedraagt om de hele dag zo'n middelpunt van de belangstelling te staan? Ha, dat je speciaal naar de kapper gaat? En had ik ook nog een hele interessante vraag. Sarah, wat vind je van de positie van de vrouw in de kerk? Oh, dat is een goede vraag. Dat is triviaal. Oh, ja, interessant antwoord. Misschien moet ze melk hebben, hè? Je moet haar even de borst geven. Ik zal haar even de borst geven. Ja. Nee, maar dat kan helemaal niet. Waarom niet? Ik heb nog geen grote mensentieten. Er komt er maar helemaal geen grote mensentieten, geen gebruik. Moet je eens kijken wat er achter je zit. Dat ik helemaal niet. Wie van jullie heeft de dikste tieten? Ik heb geef maar aan hem, kan hij hem de borst geven? Ik kan mijn kinderen helemaal niet de borst geven, want ik heb helemaal geen melk. Oh, nee, dat is waar ook. Nou ja, dat is misschien niet zo'n probleem. Ik denk als je maar geduld hebt, dat je dan nooit weet hoe een koe een haas valt. Ja, dan gaan we nu alweer naar de volgende gast. Ja, we gaan naar de volgende gast. Dag Sarah, bedankt voor dit diepte en de koe. En u voor de zitplaats. Hi, Ab. Hallo. Dit is Ab Wolles. En die is wel mooi, dus allersterkste man van Nederland, die hebben wij hier in het parochiehuis. Ab, als je zo sterk bent, hè, dan ben je vast nergens bang voor. Ik ben ook nergens bang. Echt waar, die Ab is nergens bang voor. Ben je helemaal nergens bang voor? Nou, misschien voor spinnen. Ab is bang voor spinnen. Zwarte kruipeltjes. En wat zijn zo'n kleine beestjes? Vind je die eng? Hey, maar we moeten nou wel even serieus met je discussiëren hoor, over het onderwerp. Ja, ja,
Ja, ik was eigenlijk gebiologeerd. Ik wou graag van je weten, Ab, omdat je een expert bent. Wat is doping, wat is dat nou eigenlijk? Nou, doping is zoals jullie het net zelf al zeiden, het is met Asterix en Obelix. Ja. Het is een middel om sterker te worden. Als je daarvan neemt, tabletten of injecties, dan word je sneller, je wordt sterker, je wordt... Heb je er dan verschillende soorten? Ja, je hebt tabletten, je hebt... om het te drinken heb je het. Oh, ah ja. Maar het is absoluut verboden. Maar Ab, is het dan voor verschillende dingen ook? Ja, dus je hebt dingen om bijvoorbeeld om sneller te gaan. Het zou handig zijn. Dus als ik een potje boodschappen moet doen, dan heb ik even zo'n dopingpilletje. Dan ben ik uit te drieën voordat je het weet wie er wie weer gaat, ben je klaar. Ja, of als ik mijn poppenhuis uit ga soppen, dan kan ik lekker snel klaar met al die kleine bedjes en zo. Ja, dat is goed. Ja. Je hebt ook spierversterkende middelen, dat je makkelijk je boodschappen zou kunnen dragen. Ja, ja. Dus dat zou natuurlijk wel handig zijn om dat even te slikken dan. Of je neemt Ab gewoon met een eierpas dragen. Maar wat gebeurt er nou als je dit slikt? Dan, mits je erbij traint, word je sterker. Ja, ja. Maar het is absoluut zo wel, want als je het draai je de bak in. Dan kom je is in het de zo? Gevangenis. Ja. Dus als ik het stiekem neem? En ze komen erachter, dan ben je crimineel. Geen waar? Ja, zo moeilijk woord, dat is misdadiger, weet je dan. Oh, dat is misschien wel leuk. Leuk om het over 2 weken over te hebben. Of wat? Criminaliteit. Criminaliteit. Ja. Over 2 weken gaan we het over criminaliteit hebben. Ja, dat knalt in onze achterkant. Hoe komt het nou dat jij van 14 miljoen mensen het sterkst bent? Op dat moment was ik de sterkste. Er komt een klein beetje geluk bij. De onderdelen waren wel naar mij toe. En ja. 10 jaar hard, hè? Toen je klein was je toen ook al sterk? Toen ik heel klein was, toen ik geboren werd, toen was ik heel erg klein. Toen kwam ik in een couveuse. Nee. Echt waar? Echt waar? Nee. Ben je was je couveuse kindje? Toen heette het Appie. Appie. En wanneer ben jij begonnen met trainen? Ik heb heel mijn leven al getraind, dus ik heb allerlei sporten gedaan. In de lieg begonnen dan met handen. Nee, daar had ik toch alleen de fles en een rammelaar. Maar hele zware fles. Ja. Je hebt nou wat praatjes voor 10, maar wil ik ook wel eens zien dat je sterk bent. Nou, wou je even worstelen? Nou, dat vind ik misschien een beetje te veel voor het goede. Ah, ja, dat niet. Wat nou? Ja, ik wil wel even armpje drukken. Armpje worstelen? Armpje worstelen. Armpje drukken? Zoek een armpje worstelen. Nou, kom dan maar, knulletje. Aftellen. Maak jullie klaar. Ik klaar, Ab. Ben jij ook klaar? Ik klaar. Dan neem ik maar even een slokje. 3. Kom op, Leo. Kom op, Ab. Kom op, Leo. Hé, Ab, zit een spin op je schouder. Kom maar op, je schouder! Kom maar op! Ik heb half de prijs! Ab, alsjeblieft! Ab, dan maar los! Genade, Ab! Wie is de sterkste? Jij, Ab, met de sterkste! Wat op! Meneer Ab! Meneer Ab, met de sterkste! Jeetje, mijn eentje! Nou, Ab, waar ben je de sterkste van de Nederland en Europa en China erbij? Ik moet me verkleinen op het showblok, dus het helpt. Ja, ik wil nog eventjes iets vragen aan meneer Ab. Ik wou namelijk een kleine precaire vraag stellen. En dat was? Wil je mij misschien ook even opbellen? Ja, natuurlijk. Kom maar hier. Mag ik nou nog een precaire vraag stellen? Ja, nog eentje. Hoe is het nou om met zo'n spierkolos dat leven te gaan? Dat zou ik niet weten. Dat moet je aan mevrouw vragen. Oh, je bent dus getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Ja, dat geeft toch niet. Val je dus ook op een heel, is je vrouw ook zo'n breie dame? Nee, ze is een heel kleintje. Oh.
Ja, ik ben zelf ook niet zo groot, dus. En, ik moet dit nou helaas, moet ik dit diepte-interview afsluiten, want ik ga speciaal voor jou een klein toneelstuk doen. Ja, dat ga ik wel kijken. En jullie in de zaal mag best even klappen, hoor. Bedankt, Ab. Tower, en dan nemen we jullie nu mee naar een hele andere wereld. De imaginaire wereld. En een heel ander milieu. Het stripboekenmilieu. Let op, we gaan nu beginnen. Wang. Ik vond jou wel mooi, de beste poppaai die er ooit geweest is. Ja, ja. Hey Hans, we moeten nou nog even serieus met je nadiscussiëren. Gebruik jij zelf wel eens doping? Nee, spinazie alleen. Eet je echt spinazie? Ja, heel veel. Dan krijg je toch aanslag van op je tanden? Ja, maar dat poets ik dan weer. Oh. Zo gaat dat. Ja. Hey, en waar we het over 2 weken gaan hebben, dat is al duidelijk. Ja, criminaliteit, ja, we gaan het over criminaliteit. Ben je zelf wel eens crimineel, Hans? Nee, dat komt pas... Dat vertel ik een andere keer misschien nog wel. Ja. Schrijf mij hier naartoe. Dus als je zelf crimineel bent, of je buurvrouw, dan moet je daar maar wat over schrijven. Ja, of als je in de jeugdgevangenis zit, dan kan je ook schrijven. Dan komen wij je eruit halen. Ja, zo. Ja, en dan hebben we nog een cadeautje voor je meegenomen. Mag ik het uitpakken? Ja, en het zit een heel leuk papier. Het zit in echt papa papier. Ja, ik zie het.
Hoop maar dat je het leuk vindt. Je raad, is nu alles. Raad nooit wat te wensen. Nee, ik raad het ook niet. Het zijn geen pingpongballen. Nee. Zonnebrandolie. Ja, omdat je het is winter. Je bent altijd zo bruin, dus ik dacht, we geven je een potje zonnebrandolie. Nou, dankjewel. Als ik dus nog bruiner ben, dan weet je dan wat weten wij waar het van komt. En Hans, wil je nou iets speciaals voor mij doen? Dat je dan echt een potje gaat omroepen. Oh, dat is de eindtune al. Moeten we snel zijn. En Hans, dat je echt een potje gaat omroepen. Dus dat jij het afkomt en een mime wijnbloemstukje op de achtergrond. Ja, dat lijkt me leuk. Nou, let even goed op, want zo gebeurt dat dus. Nee, dit was dus, en ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, Theo en Thea in Gloria. Over 2 weken is het er weer over jeugdcriminaliteit en zorg dat je schrijft, zodat ze er wat mee kunnen. En 3 dames, ik ben altijd een beetje jaloers op u, want ik moet het altijd saai in mijn eentje doen. Jullie hebben elkaar. Willen jullie nou even in koor dit afkondigen en Maud het woord geven? Want Maud komt over de KRO. Dag Maud, succes hè allemaal. Dag, tot over 2 weken. Dag. Bedankt allemaal. Doeg. I'll be back.